Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianan Schaven en vandaag gaan we verder voor seizoen 2, aflevering nummer 17 staat op het programma. Heel veel geld is van de sponsoren. Begin seizoen 2, dat belooft nogal wat spannends, namelijk de auto wordt anders, de kleuren worden anders, misschien ook een andere teamgenoot. Heb jij de vorige race in Abu Dhabi gemist? Zal ik die eerst even terugkijken zodat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtsboven in het i'tje. Klik erop en zie je de video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse Formule 1 content. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. We gaan lekker door met My Team Career Mode en F1 2010 Career Mode. Helaas is een update gefaald, zie ik, dus dat is wat minder. Expecting some new developments to come through, but some of them have failed quality control. We'll need to tell the team what to redevelop via the R&D screen. En dan wordt het dus tijd voor contractonderhandelingen met Theo Poortje of misschien wel iemand anders. Bottas en Sebastian Vettel zijn weg uit de sport. Valtteri Bottas en Sebastian Vettel zijn er dus niet meer. Nice. Twee nieuwe zitjes kunnen daar dan naartoe. Ik weet niet wie dat wordt. Zullen we gewoon even zien. Wel gaan we een gefaalde update van de sidepod opnieuw bestellen. En dan wordt het tijd wat wij gaan doen met Theo Poortje. Ik denk dat Nico Hülkenberg nog iets te duur wordt. Die wil 4 miljoen. Wij hebben maar 3,14 miljoen dollar. Ik zit even te twijfelen tussen Oscar Piastri en Robert Schwartzman. Mark Webber en Nico Hülkenberg, Felipe Massa en David Coulthard zijn allemaal te duur helaas. Dus dat is jammer. We kunnen het gewoon proberen. Nee, geen cash helaas. Dat is jammer. Dat is echt jammer. Want anders had ik Nico Hülkenberg gepakt. Jensen Button is ook nog iets te duur, denk ik. Dus dan moeten we weer een rijder uit de Formule 2 pakken. En we gaan gewoon Oscar Piastri proberen te tekenen. Kijken of de Australier toehapt. $1,5 miljoen kost die. Scheelt ons 50% ten opzichte van Theo Poortje. En we gaan ook die $1,5 miljoen aan hem bieden. En jazeker, Oscar Piastri is een Formule 1 coureur in F1 22 My Team Career Mode. Hij gaat dus de eerste 8 races rijden voor ons. How do you want us to deal with this one? We hebben nog een aantal dilemma's waar wij uit moeten kiezen. Ik vind het wel jammer dat de contractonderhandelingen helaas nog voor het seizoen plaatsvinden, want na het seizoen, dus als we het seizoen eindigen, krijgen we altijd veel sponsorgeld. Dus ja, dat is wel jammer. Anders hadden we bijvoorbeeld Mark Webber kunnen tekenen of Felipe Massa. We hebben nogal wat geld over en gaan dat investeren in faciliteiten, jazeker. We staan nog steeds helaas laatst bij de Research and Development boom. Charles Leclerc dus kampioen geworden in seizoen 1. Ferrari dus constructeurskampioen geworden in seizoen 1. En dan is het hier het einde van het seizoen. Team Acclaim dus naar L bij elkaar dus verzameld. Level 16 dus het team. Dus dat is goed om te zien. Groeien gewoon goed. Zoals het hoort. 9 miljoen erbij vanwege de sponsoren. $9 miljoen. Jazeker. $9,77 miljoen op de bank. Overzicht van het seizoen. 14 punten behaald en 14e in het coureursklassement. En zijn we aanbeland bij de kalender voor dit seizoen. Voor seizoen 2. Weer 16 races. Alle seizoenen ga je gewoon 16 races doen. Ik vind 22 net iets te veel namelijk. Engeland gaat er sowieso uit. En misschien komt Singapore weer terug op de plaats.
of Japan. We moeten nou even kijken wat we gaan doen. Miami gaat eruit. Hey yo, what the fuck? Daar komt Mexico voor in de plaats. Abu Dhabi gaat eruit. En daar komt Frankrijk voor in de plaats. Kijken of we het zo goed doen. Het klopt voor mijn gevoel wel. Misschien dat we Baku kunnen vervangen voor Singapore. Dat hebben we ook gedaan. En ja, dat is dus de kalender voor seizoen 2. Dan op naar de auto. Die moet ook worden aangepast samen met de teamkleuren en de sponsoren en de helmen. Goed verhaal. Het wordt in ieder geval een andere kleurenstelling namelijk. En die kleurenstelling baseer ik gewoon op de helm. Welke kleuren wij in de helm gooien, dat wordt ook onze autokleur. We gaan voor een voornamelijk paars design. Een beetje terug uit F1 2020 My Team Career Mode. De allereerste keer dat ik hem toen opnam was seizoen 1 een paarse zwarte auto. En dat gaan we nu proberen na te produceren. Een beetje zwart, paars, geel. Dit is dan de auto. Zo wordt het dus. Ik vind hem fantastisch. Een matte kleur dit keer. Beetje wat anders. En de persoonlijke sticker wordt gewoon nog steeds de Spotify Wave. Zo noem ik hem. Teamkleuren moeten ook even worden aangepast, zie ik. Rijden gewoon nog steeds met Red Bull Powertrains. De hoofdsponsor kan misschien worden aangepast. Maar we kunnen even kijken wat we gaan doen. Ferrari zit er trouwens ook niet te ver voor, zie ik. Scheelt maar 400.000 dollar. Maar houden gewoon Oscar Piastri. En dan zijn we weer terug bij af. Teamlogo dus ook aangepast. We gaan dus sponsoren toevoegen aan de auto. En kijken wat we dus kunnen doen in Bahrein. Highland wordt er ook eentje, jazeker. Zijn er nog dingen gewijzigd? Niet dat ik weet. De auto wordt wel aangepast, zie ik. Er komen meer sponsoren op. En de kleuren worden gewoon veranderd. Van wit en zwart, namelijk. Allemaal even kijken welke sponsor de juiste is. Maar tot nu toe ziet de auto er goed uit. Hopelijk dat wij ook iets goeds kunnen doen tijdens de kwalificatie. Waarom? Ja, ik heb het wel voorgezien. Dit komt gewoon goed. Ik zou zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie. Voor de allereerste aflevering van het nieuwe seizoen van F1 22 My Team Career Mode. Aflevering nummer 17. Staat dus op het punt te beginnen met de kwalificatie hier in Bahrein. Ik zou zeggen, daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1. En dit is dus hoe de auto er onboard uitziet. Ik vind hem hartstikke vet. De mat uitvoering is fantastisch gelukt. Ik vind hem heel mooi. Echt waar. En dus kunnen we ons gaan opmaken voor het eerste kwalificatiedeel. Kijken of wij misschien door kunnen komen naar Q2. Dat was in seizoen 1 nogal wat lastig. Hopelijk dat wij in seizoen 2 wel goed voor de dag kunnen komen. Maar ik ben er bang voor. Missen daar een beetje de apex. En dan zet Yuki Tsunoda de snelste tijd neer. En wij laten een 1.32.8 noteren. Een P6 voorlopig. Dan zijn we helaas doorverwezen naar de laatste plek. En Oscar Piastri start dus als het zo eindigt voor ons in zijn debuut. Dat moeten we niet hebben. We moeten er gewoon nog een keer vol tegenaan gaan. En kijken of wij ons wel kunnen verbeteren dit keer. Begint groen bij de Delta. Jazeker, missen daar weer Apex in bocht nummer 1. Jammer, moeten daar toch echt iets op gaan verzinnen.
DRS hier weer geopend voor de tweede keer in deze tweede run van Q1. Zijn we aanbeland bij het einde van onze tweede run. Met er ongeveer 40 seconden op de klok. De vlag hangt zo meteen uit. Weer DRS hier open en dan zetten wij een tijd neer met een 1.31.5. Goed voor een P14. Carlos Sainz de snelste in Q1. Charles Leclerc als tweede. En wij dus op P20 pakken Oscar Piastri. Maar helaas wel een teleurstellende kwalificatie. Geeft niks, op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 17 van het nieuwe seizoen van F1 22 Martin Career Mode. Daar gaan we dan. Months of rumor and speculation all comes to an end today as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round one of this year's Formula One World Championship. We'll be racing around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit today. Keep an eye out for drivers locking the front left down into the tricky braking zone of turn 10. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position, and the smooth operator Carlos Sainz completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Russell, Hamilton, Sergio Perez, and Verstappen, Fernando Alonso, Ricciardo, Ocon, and Pierre Gasly, Mick Schumacher, Tictum, Kevin Magnussen, and Tsunoda, Albon, Stroll, Guan Yu Zhou, and Lando Norris, Schwartzman, The Professor, Latifi, and Oscar Piastri. It's almost time for those five red lights to go out then. Let's see who can prevail today. A new season then, a clean slate where anything could happen. Anthony Davidson is with me today as we get another year of Formula One underway. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice. And they've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. Dan zijn we aanbeland bij de grid voor de allereerste ronde van seizoen 2 hier in Bahrein. 29 rondes lang, knokken voor wat we waard zijn. Medium hard is de strategie. Dan gaan we gewoon beginnen voor de Formation Lab. Kijken wat dit dus gaat worden en kijken of wij goed weg kunnen van onze startplek. En of de banden goed zijn opgewarmd. Dat is nogal de vraag hier in dit spel. Flink wat wielspin bij de start van de Formation Lab. Maar dat is geen probleem. Hopelijk hebben wij dat niet bij de echte start. En dan gaan we ons opmaken voor de allereerste race hier van het nieuwe seizoen. We beginnen dus weer in Bahrein. Weer 16 races op de kalender. En kijken of wij dit keer wel een goede beginstart kunnen gaan maken. Vorig seizoen verliep dat niet zo lekker. Hopelijk nu wel. We staan in ieder geval wel goed in onze gridslot. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 17 van F1 22 My Team Career Mode. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en we komen niet zo lekker weg. Flink wat wielspin ook te pakken bij de start helaas. En het is terugverwezen naar de laatste plek in de race. Piastri naar P21. Wij kunnen hier even helemaal niks. Kijken naar de buitenkant van mijn nieuwe teamgenoot. Ook bij Robert Schwartzman, de rookie. Kijken wij en duwen Piastri daar mooi wijd. Piastri en Schwartzman zijn trouwens de enige twee rookies die hun debuut maken in het tweede seizoen van F1 22 Martin Career Mode. Diezelfde Piastri kijkt misschien bij mij. Sorry, het is Schwartzman. Excuseer. Hadden daar Schwartzman mooi via de buitenkant te grazen genomen. Goed gedaan. Piastri volgt op de laatste plek. En daar zit Schwartzman aan de binnenkant. Het is hier een Alfa Romeo sandwich helaas. En wij moeten er even oppassen dat wij geen voorvleugels kwijtraken. Piastri aan de buitenkant. Wordt dat iets? Dat wordt iets, want hij duwt ons gewoon voorbij. En hier neemt hij die bocht gewoon. Zo van, het is mijn bocht. Het is mijn bocht. Wacht jij maar lekker. In ronde nummer 2 kijken we aan de buitenkant bij Oscar Piastri. Lukt dat?
Jazeker, dat lukt. En nu naar Guangzhou Zhou toerijden. Schwartzman en Latifi knokken samen om P18, als ik dat goed zeg. Hier kan Piastri helemaal niks. En rijden op de ene laatste plek in de wedstrijd. En de laatste plek is voor Piastri dus. Guangzhou Zhou heeft het een beetje moeilijk. En wij noteren groen in de eerste sector. Dat is goed om te zien. Dit is ronde nummer 3. Als wij Zhou hebben ingehaald. Hetzelfde geldt voor Piastri. Die heeft Guangzhou Zhou ook ingehaald. En daar kijken we aan de binnenkant bij Latifi. Goed gedaan. En het is P19. Nu door naar Robert Schwartzman en dan Alexander Albon voor P17. Yuki Tsunoda rijdt nu op die 17e plek. Die twee zijn in gevecht. Hetzelfde geldt voor Mick Schumacher. DRS hier geopend. En dan noteren wij een 35.666. Een 1.35.666. Snelste race rond, sorry, snelste persoonlijke race ronde voor ons. Voorlopig. En daar zit Latifi te kijken aan de binnenkant. Latifi aan de binnenkant, maar dat lukt helaas net niet. Wij zitten in ronde nummer 4 van de wedstrijd. Oh, Schwartzman blokkeert. Robert Schwartzman blokkeerde zijn rechte voorband en wij raakten hem daar per ongeluk. We moeten even oppassen. We kunnen hier aan de buitenkant kijken. Lukt dat? Lukt dat? Meer tractie hebben hier. Jazeker, dat lukt. En Schwartzman via de buitenkant. De grazen genomen voor P18 in de wedstrijd. We zitten in ronde nummer 13 als wij naar binnen duiken voor onze laatste pitstop van de dag. Gaan naar de harde compound. Kijken of deze pitstop goed wordt. Dat is nogal de vraag namelijk. Prima pitstop voor ons, de ingenieur Mark Priestley. En dan komen wij terug op P19. Helaas. Wel voor Latifi en Guangzhou Zhou, maar achter Alexander Albon. En schiet hij daar een beetje door vanwege de koude banden. Waar rijdt Oscar Piastri? Ik denk op de laatste plek. Nee, dat zeg ik verkeerd. Hij rijdt al een aantal autolengtes voor ons. Zit nu in sector 2. Zitten we in ronde nummer 16 als het geel is. Charles Leclerc gaat uitvallen in de grote prijs. Charles Leclerc finisht de openingsrace niet. Terwijl hij lang aan de leiding lag. Ferrari leek hier een 1-2 te gaan scoren. Maar het is Leclerc die de auto moet staken. Jammer voor de Monegasque. Geluk voor Carlos Sainz die nu aan de leiding rijdt. Herhaling wat er is gebeurd met Charles Leclerc. De motor begeeft het. Een motorisch probleem. En 0 punten voor Leclerc. Die gaat zijn seizoen niet zo lekker beginnen. Hetzelfde gold ook voor hem in Abu Dhabi. Toen viel hij ver terug terwijl hij naar de winst leek te gaan. En daar zit Schwartzman te kijken aan de binnenkant. Lukt dat? Dat lukt, maar we hebben hier de buitenste lijn. Meer tractie, meer snelheid meenemen. En het is nog steeds P17. Mick Schumacher rijdt denk ik net iets te ver weg. Dat gat is 7,1 seconden. 6,9. En geel. Weer groen. Was er even kort geel en nu weer groen. Er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat. Bottas die volgens mij gaat uitvallen. Valtteri Bottas. Gaat uitvallen, jazeker. Oh, de Schwartzman. Ik dacht dat het Bottas was. Robert Schwartzman uitgevallen. Oh, dat is interessant. Ik dacht dat het Valtteri Bottas was namelijk. Maar ja, dat is pech voor de Russische coureur. Oppassen voor Latifi. Dan doet hij dit ook niet slim. Gaat dat maar net goed. Met, ja, de teamgenoot van mij. Echt even oppassen Robert. Anders heb je zo iemand meegenomen en dat is niet fijn. Helemaal niet fijn. Goed, dan wint Carlos Sainz de wedstrijd. Wat een verrassing, omdat Charles Leclerc is uitgevallen. En wij gaan hier op een P17 eindigen. P18
paar posities gewonnen ten opzichte van vorig jaar. Piastri eindigt op P19 in zijn debuutrace. Dus op naar de volgende ronde. Gaan kijken wat dat dan gaat worden. Well, what a drive that was to take the win for Ferrari today. And talk to me. What do you think it was that sealed the win for them? I think that smart time management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. Here come our winners now. A thrilling race and a tremendous effort by Ferrari. Their history is well known, so it's no surprise to fans the world over to see them come out on top once again. De raceuitslag van de grote prijs van Bahrein. Carlos Sainz wint na een DNF van zijn teamgenoot de wedstrijd. George Russell op het podium pakt de snelste race van de punt. Perez op het podium, jazeker. Hamilton 4, Verstappen 5, Ricciardo 6, Alonso 7, Ocon 8, Norris 9. En Gasly pakt het laatste punt voor Alfa Tauri. En Lando Norris geeft driver op de D, vertrokken vanaf P18, einde als P9. 9 posities gewonnen namelijk. Stroll 11, Yuki Tsunoda 12, Magnussen 13, Dan Ticktum P14, die maakt ook zijn debuut trouwens. Dus ja, we hebben 3 rookies. Als ik dat goed zeg. Piastri, Ticktum en wie nog meer? Geen flauw idee. Kunnen we zo even kijken. Maar een goede race van Carlos Sainz, minder goed van Charles Leclerc die helaas uitviel. Russell die toch nog punten weet op te rapen en weer Lewis Hamilton verslaat. Max eindigt weer achter Perez. Dus dat is nogal teleurstellend. Bij de Aston Martins pakken geen punten, zie ik. Dat is wel jammer. Magnussen dus naar Williams vertrokken. En Dan tikt hem dus voor in de plaats. Kijken wie wij nog meer hebben namelijk. Piastri. En Schwartzman, dat zijn dus de debutanten. En Sainz leidt gewoon het coureursklassement. En Mercedes staat eerste, staat bovenaan in het constructeurskampioenschap. Goed gedaan. Team acclaim dus met mezelf en Oscar Piastri. Dat zit gewoon goed zoals het hoort. En ja hoor, $408.000 binnengehaald vanwege de sponsoren. Geen schade gereden door beide coureurs, 100k erbij. In totaal brengt dat nu ons op $1.35 miljoen. Hoppata, goed hoor. Sorry, $2.36 miljoen. $2.36 miljoen. Goed gedaan. Heel goed gedaan. Nieuwe sponsoren, deal die wij moeten gaan tekenen. Maar goed, dat zie ik allemaal voor de volgende video. Ik ga deze video afronden mensen. De allereerste race van het nieuwe seizoen zit erop. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike deze video dan en vertel me waarom je het leuk vond. En trouwens nieuw op mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse Formule 1 content. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. En volg me even op de sociale media, @Jenan Schaven op Instagram, Twitter, Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was Jenan mensen, tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer. Terrible. Drives like a pig. Oh, you can't say that. Why not? It's a Ferrari. It's a shitbox. It understeers like crazy and the weight distribution is a disaster. It's amazing. All these facilities and you make a piece of crap like this.